Flevoland kiest. Wat zijn de hot topics bij de gemeenteraadsverkiezingen in Lelystad? Wat kan er volgens de inwoners van de provinciehoofdstad beter geregeld worden? Ik denk dat de gemeenteraden of de mensen, ook de gemeenteraden, minder moeten denken van alles is van mij. Ik merk dat het centrum toch wel wat achteruit gaat, wat leegstand is. Het zou fijn zijn als daar wat aan gedaan kan worden. Dat de stad weer wat meer gaat bruisen, zeg maar. De straat is van ons allemaal. En we hebben allemaal natuurlijk verschillende ideeën. En dat jullie uit diverse adviezen kiezen, is iets anders dan dat ik van repliek krijg. Ja, dat bepalen wij wel. De winkelstraten die hier leeg zijn, dan moeten natuurlijk wel de winkels kunnen komen. Misschien dat het iets goedkoper wordt. Dat ze daar meer panden kunnen vestigen. Ook zelf opstarters dat daar kunnen komen. En daarnaast ook misschien voor wat woningen. Maar merk dat gelukkig veel aangebouwd wordt ook. Dus dat is al in ieder geval iets wat wel gebeurt. Maar dat kan natuurlijk altijd beter aanzien, de hele woningcrisis momenteel. Wat mij opvalt, is Lelystad is een fantastische ligging aan het water. En ik vind eigenlijk dat dat potentieel in Lelystad onbenut is. Of onbenut is groot woord. Maar ik vind dat er eigenlijk veel meer kan. Wel bouwen, maar gecentreerd en niet overal, maar waar wat groen is, volbouwen met huizen. Dus ik zou eigenlijk dat hele havengebied, daar zou ik dan een fantastisch gebied van maken met heel veel horeca en gewoon een heel groot strand. We hebben nu een klein strandje erbij gekregen, dat is heel fantastisch. Volgens mij kan dat echt enorm uitgebreid worden.